Morgen, we zijn weer onderweg. We zijn richting Den Helder. We hebben een kleine omleiding, want ik denk dat er een ongeluk was gebeurd, afgezet. We hebben vandaag 3 keer Den Helder, Bergen 2 keer, Alkmaar, Beverwijk, IJmuiden, Amsterdam, Aalsmeer en Amstelveen. Dus dat is een mooi ritje Noord-Holland. En daar neem ik jullie weer in mee. Deur even open. We moeten hier 7 pelletjes lossen. Nog iets hoger. Zo, dan doet de laadklep het ook niet. Even aanzetten. Ik probeer die balk altijd zo netjes mogelijk te houden. En als, ik zal hem even neerleggen. Dan kan ik het even laten zien. Kijk, als je dit bijvoorbeeld over de grond gaat zitten schrapen, krassen, dan wordt dat puntje gewoon bol. Bot. Kijk, en nu is hij mooi scherp. Dit clipje doet het. En als je dat op de grond gaat gooien, dan gaat het allemaal stuk. Dus ik hang eigenlijk altijd of mijn balken op in de rail zelf, of hierboven gewoon. En als je die balken knap houdt, dan blijven ze ook knap. Komen ze ook niet naar beneden op het moment dat je aan het laden en lossen bent. Want dat gebeurt nogal eens. Doordat die balken daarboven hangen en de chauffeur rijdt dan die auto in. Dan wiebelt de auto even en dan komt zo'n balk naar beneden op je voorhoofd. Mooi. Dichtbij lossen. Lekker makkelijk. Zo, dat was het voor hier. Die is voor kruidenboter. Ik zal mijn kracht even bundelen. Het zijn 12 pelletjes. Oh. Mooi. Nu zijn er 10. Die moeten we retour meenemen. Mooi. Het is geregeld. We gaan naar de volgende. Stempel. Nummer van de vrachtbrief. Invullen in de boordcomputer. Oké. Okay. Aankomst. Vertrektijd op de bon. Top. Toevallig nummers al opgeschreven. Super. Mooi. Volle tank ook geen probleem hoor. Schrijf ik ook zo naar voren. Perfect, prachtig weer. Dankjewel. Goed weekend. Volgende keer hè. Joejoe. Hoi. Wel hoor, het is weer zo'n dag. Met afsluitingen. Vanmorgen al een ongeluk. Hier ligt de straat eruit, dus we moesten even wat improviseren. Maar ja, het is vrij krap. De haven van Den Helder. Ik ben er nooit eerder geweest. Dus voor de zekerheid steek ik hem even erachteruit naartoe. Dan kan je sowieso altijd wegkomen. Het is wel een beetje een apart bultje, maar dat komt wel goed.
Hey, bedankt voor je hulp. Ja. Goed weekend. Volgende keer, hè. Doei, doei. Kijk, misschien is het wel heel even leuk om daar te kijken. Ze zijn er met die visnetten bezig. Die draaien ze dus die boot op. Ik was net al even kijken. Maar het is ook een Franse boot. Want die kerel die zegt bonjour. Ik zeg John de Boer. Ik heb er verder geen verstand van. Maar volgens mij rollen ze die netten gewoon naar binnen. Klap die vis dan in de bak. In die bak. We gaan. Nee, we gaan naar de volgende klant. En de volgende klant is in Bergen. Mijn groothandel. Mooi, we zijn in Bergen beland. En dan gaan we voor de olioren en bier en kool lossen. Dat is mooi makkelijk. 2-in-1. Ik heb die pellets staan in de volwagen. We gaan straks de aanhangwagen verder neerzetten. Maar nu even scharen, dat is makkelijker. Kunnen we die pelletjes even lossen. Pakken ze van de achterkant af. En dan... Gewoon handig, bespaart weer tijd. Aan- en afkoppelen. Die retouren zetten we in de aanhangwagen. Omdat de voorwagen staat nog best wel vol. En bij de volgende klant in Beverwijk moeten we ook met de klep lossen. Of in ieder geval, niet met de klep, komen ze met de heftruck van de achterkant. Dus als je dan al die retouren iedere keer voor je hebt staan, dat is super vervelend. Dus dan gooien we de retouren meteen in de aanhangwagen en dan kunnen we gewoon met de voorwagen lekker doorlossen. Zo, mutsje op. Gaan we een paar pelletjes aan de kant zetten, want die staan recht voor de deur. We lossen één tank en we krijgen er ook weer één mee retour. Zo. Gaat mooi vlot. Wat gaan we doen? We gaan naar... we gaan ook weer heen. Nou, we hebben nu Alkmaar gedaan. We gaan nu naar Bergen en Muiden. En dan gaan we zo weer verder. Kom. Berg hebben we net gehad. Ja, dat bedoel ik ook. Beverwijk. Is hij mooi? Of is hij mooi? Hij is hartstikke mooi. Kijk, dat is dus het voordeel van die pallet retouren nog in die aanhangwagen. Je ziet, ik kan hem net aan draaien. Bedankt voor je hulp. Goed weekend. Ja, dank je. Ja, zeker smerig. Achterkantje. Ja, wat ik er straks al zei, ook over mijn wielen, hoop regen gehad, dan wordt alles zo smerig. En die wielen gaan poetsen met dat zand en troep erop, daar gaan ze alleen maar achteruit van. Dus dat doe ik dan liever niet, wacht tot die gewassen is. Instijgen. We rijden nu de A5 op, richting Amsterdam. We hebben al een mooi rondje in Noord-Holland zelf, in de kop van Noord-Holland. We gaan nu Amsterdam, Aalsmeer en Amstelveen. Dan is hij leeg. Dan gaan we horen aan de planning
of ik daar nog wat achteraan krijg. Verder staat de armwagen in Alkmaar, dus die moeten we sowieso ophalen. Ik ga er wel vanuit dat we zo terug kunnen om die auto op te halen. Dus kijk. Hoi! Die Belg zat mooi te knipperen. Leuk man. Ik ga hem nog even recht zetten. Voor de volgende klant kunnen die zo meteen lossen. Zet ik die pallets even aan de kant. Die twee palletjes zijn voor de volgende. En dan is dit weer klaar. Nou, we zijn bij een aardappelboer. Dat is wel geinig. Ze hebben een of andere feesttent met allemaal. Het lijkt wel een soort van supermarkt. Maar dan zelf een beetje opgezet. Dat is wel leuk. En wij moeten daar dus ook frietsaus lossen. Kun je meteen frietsaus bij de patat. Retourpelletjes even met de kleppen weer ingezet. Heidibon even aftekenen. We hebben extra chappies meegenomen van de vorige keer nog. Dus alles gelijk mee, dus alles klaar. Kunnen we naar de volgende. We hebben ondertussen bericht van de planning. We moeten toch twee bierbrouwerijtjes afhalen om bier te halen. Dus die krijgen we er even extra bij. Nou, is geen probleem, er zijn een paar pelletjes van beide. Nou, een paar optredens van bekende mensen en een mannetje of duist over de hele dag, omdat ze na tweejarig bestaan, dus dat is super tof. En ja, hoeveel moet je bestellen? Dus er zit wat leeggoed, volgoed, wat weer terug kan en komen wij weer even ophalen. Nou, daar zijn we weer. Het was een hele operatie in Amsterdam. We hebben die andere opgehaald, dat was dat, bij dat feestje. Daarna moesten we best wel in het centrum zijn. Alleen, dan moesten we of door een tunnel heen van 3,90 meter. Nou, dat gaat niet. Er stonden allemaal borden en signalen dat het absoluut niet ging. Dus daar zijn we omheen gereden. Vervolgens kwamen we weer bij een wegafsluiting. Ja, het is zo'n dag. Dan loop je er gewoon tegen een paar aan. Uiteindelijk kwamen we bij een adres. Ja, dat was een stukje verderop. Op een marinebasis. Dus we moesten ook daar nog even zoeken. Want we kregen nummer 5 op. En uiteindelijk was het nummer 7. Dus ja, dat gebeurt soms ook wel eens. Nou, bij de marine twee pelletjes met bier opgehaald. Dat was voor de City Swim. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan, dus die fusten moesten weer retour. Terugweg, aardingwagen ophalen. Toen zaten we aan de rijtijd, hebben we even een broodje gehaald. Half uurtje stilgestaan. Dus dan stond mijn pas ook weer goed op nul dat we verder konden rijden. En nu hebben we de aardingwagen erachter en is hij compleet. En gaan we naar Wochtem, daar zetten we hem neer. En dan kunnen we maandag weer beginnen. Nou, dit was het weer voor vandaag. Ik ga die dikke schoon die V8 nog even naar huis brengen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Houdoe!